Goedemorgen, wij zijn wakker. Wat een nacht, vooral een ochtend. Om 6 uur was ze wakker en ik had echt niet genoeg geslapen. En ze bleef maar wakker. En alleen ik mocht haar tillen. En het is gek, het is om en om. Het is of papa of mama. Ja. Madame ligt heerlijk buiten. Hoefje is even aan het gamen. En Lynn en Klaas komen zo. Super gezellig. Zal ik jullie trouwens laten zien hoe onze vriezer er op het moment uitziet. Helemaal stampenvol. Met melk. Ik heb straks nergens meer plek voor je. Alleen maar melk, melk, melk. Zo. We hebben een paar cadeautjes binnen van Difrax. 3 uur warm en koel. Dus ook warm. Ja, nice. Zo, dat is wel handig. Superleuk knuffeltje. Hoezo een tip. Boekje. Hey, food storage containers. Ook handig. Oeh. Maar dat is wel voor eten voor later. Ja, maar ook melk. Kijk maar, ze hebben ook melk. Wow. 6 maanden newborn. 0 tot 6, 6 maanden 12. 0 tot 6. Dit was haar eerste speentje donor dag ervan. En we hebben van Jules. Oh ja, de muff binnen de voor muff. De winter. Dat is een zo'n zak. Wat is er? Als een hand gezien. Ja, okay. Deze kan in de kinderwagen voor in de winter dus. Voetmat. Ja. Die kan er omhoog. Deze had ik besteld. Dit kreeg ik als tip bij de comments. Dit is, daar kan je je kindje een andere kant op leggen met hoofd. Voorkeurshouding. Ik ben heel benieuwd. We hebben maandag op die afspraak, maar ik wil gelijk echt wel iets hebben. En dan heb ik dit gehad. Ik weet niet wat hierin zit. Van FS Agency. Gefeliciteerd met geboorte van Mila Poppy. Oh. Oh, wat lief. Wat is het? Oh, ze heeft echt iets gekocht ook. Wat? Huh? Sorry. Ja. Gebreid door een omaatje. Oh. Nou, kijk nou. Oh, dit is zo cute. Oh, dit is mooi. Oh, heel mooi. Wat ik er zo makkelijk aanloop. Wauw. Superleuk. Handmade with love. Oh, wat cute. Oh, Lynn en Klaas hebben allemaal lekkere dingen. Oh, wat is dit? We lopen nu naar de tuin achterlangs. Oh, kijk, hier word je echt zo blij van, dit soort dingen. Wauw. Oh, burgers. Good night, relax. Nou, dit is echt zo lief. Poep heeft lekker hamburgers gemaakt. We zijn een paar uur verder. We hebben met die kleine even boven geslapen. Het is gewoon zo warm. Het is zo lekker warm weer. En we hebben het allemaal ongelooflijk warm. Zij drinkt echt om het uur ongeveer. Ja. Gewoon lekker chillen. Ik vind het, hoe ze anders. Blijven slapen. Ze blijven slapen. Oh, party eruit. Hoe anders is het ook als je in de winter bevalt? Dan heb je zo'n kleine baby in de kou en zo. Deze dus moet je weten gewoon weer. Oh, ik heb trouwens. Ik vind dat ik een soort van segment in de vlog moet doen met Moeder Mafia. Een liedje en dan kan ik vertellen over. Nee, niet elke dag, maar gewoon. Vandaag deed Moeder Mafia dit. Nee, ik dacht Moeder Mafia. En dan waar. De eerste ervaring die ik heb met een bepaald onderwerp. De eerste van vandaag is. Of van nu? Nee, van nu is de draagdoek Mafia. Maar er is ook al een vlog online, dus misschien zijn ze daar ook al bezig. Maar ik weet niet, het stuk. Ja, dat zeg maar. Ik ben moeder, Mafia. Ik had een foto gepost en is ging allemaal commenten dat ik verkeerd. Dat het niet goed was, allemaal wat ik deed en zo. Maar er is jij doet echt fout, ik doe maar het goed. Maar er is echt een hele ik ben namelijk intense wel draagdoek, moeder, Mafia. Jij doet niet vet. Je doet allemaal fout. Dus je mag geen curly girl mee tonen doen. Still a thing, jongens. Nee, er zijn dan mensen die zijn dan heel boos met draagdoeken en dan. Ze zijn zelf geen draagdoekconsulent. Of hoe zeg je dat? Persoon die dat les in geeft, nee, maar wel. Jij hoort niet bij ons. Je mag niet met ons spelen. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen. Nee. Deze maffiahoek is vooral. Jij doet het fout. Jij doet het fout. Waarom doe je het zo fout? Maar. Interesting. Ik vind dit soort. Op Reddit heb je ook hobbydrama. Misschien mag ik er even bij zitten. Dus misschien vinden jullie. Ik ga het even à la hobbydrama vertellen. Dat je dan gewoon zeg maar het verhaal vertelt van deze drama. Ja. Dit is een community met vrouwen die draagdoeken gebruiken. En ook dus zeg maar van die. Nou, ik heb dan die artipoppen. Dus artipoppen, maar ook van die doeken. En die letten heel erg op anderen die draagdoeken gebruiken. En ik hoorde al van een vriendin dat je op straat, als je een niet ergonomisch draagdoek gebruikt, dat er dan.
andere moeders naar je toe komen en zeggen, weet je wel dat dat niet ergonomisch is, blablabla. Dus dat het best wel intens is. Maar goed, dat is dus online ook. En er zijn Facebookgroepen en ja, ik durf er niet lid van te worden hoor. Want ja, nee, dat doe ik gewoon niet. Maar en dan letten ze erop. Ik kreeg ook al DM's dat mijn foto ook echt in zo'n community besproken werd en zo. Maar ja, they don't approve of zo. Ik weet niet. In ieder geval, de kritiek die ik van de maffia krijg is dat zij te klein is voor de doek die ik heb. Maar eigenlijk is dat dus niet zo, want op die foto lig ik. En 6, 5 kilo. En die doek is die Artipop is van 2,4 geloof ik. En ik had ook een foto gestuurd naar Artipop en die zeiden dat het goed was. Maar ja, dat dus. Moeder maffia. Volgende keer, the next one. Maar ik geen, nog niet echt de ergste. Dat is de borstvoedingmafia een beetje. En dat is natuurlijk niet iedereen die borstvoeding geeft. Maar dat zijn de mensen die daar dan heel erg heftig in zijn. Daar heb ik dan niet mee te maken, omdat ik borstvoeding geef. Maar ik zie het wel bij anderen. Dat ik denk, Maar ja. Oké, dat was de maffia update. Jongens, ik heb de koelkast weer ingedeeld. Kijk eens, fruit. En dingetjes. Het is zo warm. Oh. Wat heb je daar? De koelkast ingedeeld. Kijken? Ja. Even kijken. Ze kijkt zo intens, hè. Ze heeft nu dus een sprongetje. En dan de verandering is dat ze daar ineens heel intens naar je kunnen kijken. Je ziet het gewoon. Echt bizar. Wij eindigen de dag met watermeloen. En zout. Dat is best lekker. Zout op watermeloen. Lieve dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan naar bedje toe. Ja. Afsluiten. Ja, we gaan deze jonge dame nog even lekker een badje geven. En dan gaan we lekker slapen. En dan gaan we lekker slapen. Oh, lekker zeg, met z'n allen. Slapen, zij gaat ook slapen. Ja. Ja. Echt wel. Wat rust allemaal. Dank voor het kijken tot morgen. Doei.